Dag dames en heren, e-impact, de tweede aflevering van onze videonieuwsbrief die we samen met René Pauwelsen maken. De enige nieuwsbrief ter wereld voor eventprofessionals en opdrachtgevers. Om te beginnen weer wat cijfers over uw vak en weer een reden tot glimlachen, want voor 5 jaar op rij groeien de eventmarketingbudgetten. Tenminste, volgens het Britse onderzoek van IPA Bellwether. Ze hebben de cijfers bekeken van Q2 in 2018 en daaruit blijkt dat op 1 internetmarketing staat, op 2 massamedia en op 3 eventmarketing als het gaat om de procentuele groei. Kunnen wij best uitleggen, want die massamedia gebruikt natuurlijk de content van de eventmarketing om verder te verspreiden. Daarbij moet gezegd, het is qua gevoel heel goed in de Engelse branche, een zeer positieve stelling ten opzichte van de marketingbudgetten, maar het zijn wel de laagste groeicijfers sinds 2 jaar. Ook deze aflevering van e-impact, de focus op online en technische tools. Dit keer de registratiemarkt. Marcel Eilering van Event Assist is samengegaan met Luti, een Fins bedrijf dat internationaal aan de weg timmert. Wij vroegen Marcel, hoe zit dat nu eigenlijk in de huidige markt? Wat wordt er verwacht van een registratiebedrijf? Van bedrijven als Event Assist wordt verwacht dat wij onze klanten helpen met services op het gebied van deelnemers, met service op het gebied van registratie van deelnemers aan evenementen. En daar hoort meer en meer bij dat wij gaan praten over de waarde van de data die verzameld wordt. Daar hoort meer en meer bij dat er gesproken wordt over GDPR. Een topic wat heel erg belangrijk is. Bedrijven willen dat wij ervoor zorgen dat gegevens veilig worden verwerkt. Antti van Luti uit Finland kwam ook over naar Amsterdam om ons te woord te staan en hem moesten we aanspreken in het Engels. Antti, what is important in terms of gathering the data and enriching the data? Gathering of data so that you are in line with GDPR is very important. You need to know why you are doing things. You need to know what you are doing and you need to tell your, in the event world, your participants why you are gathering the data and what you are doing with it. Then you can start using that data and then you have really clean data that you can rely on and you can add that to your customer data, you can build your marketing processes, you can do your campaigns, you can evaluate your sales processes. Apetrots zijn wel enige maanden, want we zijn partner van eventmanagerblog.com, het toonaangevende medianetwerk vanuit Amerika met ons als Nederlandse partner. Kijk maar eens mee naar de chief editor van eventmanagerblog, Julius Solaris. Hij verklapt wat de geheimen zijn van een goede eventmanager. Here are the key traits of successful event planners. Number 1, flexibility. If you think that your plan is going to come together no matter what, let me tell you, you're going to struggle in the event industry. Things will always go wrong. How you adapt makes the difference. Secret number 2, grit. This is quite linked to flexibility. Very successful event planners I've met through the years keep going no matter what. They are not easy to take down. They have unmatched resilience. If you want to learn more about the difference between resilience and talent, check out the book by Angela Duxworth, Grit. Secret number 3, visual planning. The ability to visualize a plan is a skill that defines most successful event planners. They can submerge themselves into the event they're planning and really visualize and anticipate every scenario that will actually materialize during the event. Secret number 4, attention to detail. Successful event professionals have a habit of looking into small details that most of us would ignore. As an attendee, you feel like you're taken care of. You feel like you're constantly delighted. Secret number 5, innovation driven. Innovation is a big part of modern events. No event professional I know runs events like we used to in the 90s. Whether it's canopies, social media, augmented reality, virtual realities, you name it. Meeting design, they got it sorted. And most of all, they understand what's going on and they match it against their audience. This is the most successful approach to innovation. Secret number 6, all-rounders. Very successful event professionals are great at doing everything. They can talk about canopies, social media, security, accounting, finance. They got it sorted. They have to know a little bit of everything to run events. We're not talking about talent. We're talking about skills you can acquire on the ground by getting experience, by studying, by getting yourself informed about what's new in the event industry. And the last final ingredient for successful event planning is being extremely
extremely motivated to change the world. Boring events don't change the world. Nobody cares. Throw events that do make an impact and change people's lives and people's behavior. This is how you're going to be successful. Natuurlijk gaat e-impact op zoek naar bewegingen in de markt om iets te kunnen zeggen waar het in de toekomst heen gaat. Bij Sanoma Media vonden we de verantwoordelijke voor de events director en zijn achtergrond keiharde sales en commercie. Mark Miedema, wie verzint zoiets en wat betekent dat voor hoe jullie evenementen inzetten? Ja, goeie vraag, Sjoerd. Dat doet iemand die onderkent dat alles uiteindelijk valt of staat bij de klant en bij de beleving die de klant ervaart. En ik ben er zelf ook van overtuigd dat als je een commerciële basis hebt of een commerciële achtergrond, dat het als het goed is zo is, dat je heel goed in staat bent om je te verplaatsen in die klant. En daarvanuit te gaan redeneren met alles wat je doet. Ze moeten uiteindelijk gewoon hard winstgevend zijn. Dus wij verdienen geld aan de bovenkant met ticket sales, maar zeker ook met partijen die wij de mogelijkheid bieden om op onze evenementen met deze doelgroep in contact te komen. Vervolgens draaien wij die productie, waarvan ik al zei, die moet op en top zijn. Maar wel op een dusdanige wijze dat de baten hoger zijn dan de kosten die we maken. Met andere woorden, dat we onderaan aan de streep geld overhouden. Dat is de doelstelling die we hebben hier. Het is toch wat? 2018, een evenement en er is geen wifi. Geen goed internet. Dat is toch wat, dames en heren? Kijk maar eens even mee, want Lisanne ging deze zomer naar Andrew van GigTech. En die voorzag gewoon heel Lowlands van goed internet. En ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie hier op Lowlands allemaal doen. Nou ja, wij leveren op Lowlands eigenlijk alle connectiviteit, dus alle internetverbindingen, alle wifi, verbindingen voor pinapparatuur, tv-verbindingen die je achter ons ziet, radio, eigenlijk alles wat met connectiviteit te maken heeft, knopen we aan elkaar. Oké. En hoe lang doen jullie dan? Het bedrijf bestaat 5 jaar. We hebben het geluk dat we ook al 5 jaar voor Lowlands dit mogen doen. Nou, Lowlands is wel het grootste evenement wat wij doen, maar wij leveren eigenlijk al vanaf gewoon kleine zaaltjes of een bioscoopzaal. Voor een seminar leveren we ook al wifi-verbindingen tot inderdaad evenementen zo groot als Pinkpop of Lowlands. Je kunt alle kanten met ons op. Oké, onthoud de naam GigTech dus en binnenkort in het magazine van Eventbranche. Hou het in de gaten en doeg vanaf Lowlands! Frans Michelbrink is al zolang Feestelijk Zaken Doen bestond en eventbranche.nl bestaat onze vaste columnist. En we vroegen Frans, jij bent op alle festivals geweest. Wat was je allermooiste moment? Misschien wel het mooiste moment van 2018. Dat op de vrijdagavond op de Zwarte Krost, dat thema Leven voor de Dood, besloten was ook om een minuut stil te zijn voor de levenden. En ik dacht nog, 65.000 man, zijn die stil voor 1 minuut voor de levenden. En wie er ook was op de Zwarte Kruis op vrijdagavond om 8 uur, 65.000 man waren stil. En iedereen die erbij is, als je het erover hebt, hebben ze allemaal kippenvel. En iedereen zegt, dat was een ontzettend indrukwekkend moment. Misschien voor mij wel het indrukwekkendste moment wat ik ooit meegemaakt heb op een festival, op een event. Prachtig, een moment van stilte met 70.000 mensen. Maar ja, op onze evenementen, daar moet het eigenlijk niet stilvallen. En daarom hebben we specialist René Pauwelsen weer gevraagd. Deel met ons jouw kennis. Een van de dingen waar je vrijwel altijd mee te maken krijgt is microfoons. Wanneer gebruik je een headset? Wanneer gebruik je een DPA'tje? En wat is eigenlijk een DPA'tje? Voor sprekers wordt er heel vaak gebruik gemaakt van headsets. En in de volksmond noemen we die DPA. Maar DPA is gewoon een merk. Google maar eens op DPA microfoon en kijk hoeveel verschillende headsets er zijn. Het zijn die kleine microfoontjes die met een soort omgebogen kleerhanger achter je oor worden gehaakt. En dat is heel handig voor spraak, want het microfoontje zit dicht bij je mond en je hebt veel bewegingsvrijheid. Een voorzitter zal doorgaans een handzender gebruiken, omdat het makkelijk is voor interviewen. En handzender wordt ook vaak gebruikt voor zang, omdat de dynamiek beter is, hij klinkt mooier en voller. Eén tip, als je verschillende sprekers hebt, geef ze allemaal een eigen DPA met bijvoorbeeld hun naam erop. Dat geeft ze het gevoel dat er echt op ze gerekend is. En als een zo'n zender dan toch wat minder goed werkt, kun je heel snel wisselen of je hebt altijd alsnog een reserve bij de hand. Tot slot, zorg altijd voor een reservemicrofoon op een kabel, want dat blijft het meest betrouwbaar. Voor nu, bedankt voor het kijken. Wil je er meer over weten? Mail naar info@renepauwelsen.nl. Graag tot de volgende keer.
Tot slot van deze e-impact natuurlijk de eventbranche.nl agenda. Maandag 5 november gaan we Pathé Leidsche Rijn bezoeken, want dan is het congres Wet en Regelgeving over de wetten en regels die in de afgelopen periode onze markt hebben geraakt. Denk aan de AVG en de WKR. Van 21 tot en met 24 november is BEA World Best Event Awards over de hele wereld. Dat festival, daar moet u naartoe. Voor uw netwerk, voor uw inspiratie en voor alle kennis die u daarop kan doen. We zitten in Coimbra in Portugal. Kijk op www.beaworldfestival.com, ook als u nog uw evenement wil inschrijven. En 16 en 17 januari 2019 gaan we massaal naar Dortmund. Want in de Messe Dortmund is dan de BOE-beurs waar de hele eventbranche samenkomt vanuit Duitsland, maar ook heel veel internationale gasten en mogelijkheden. Wij organiseren daar een Holland paviljoen, daar kunt u deelnemer zijn en natuurlijk kunt u via ons ook kaarten bestellen voor de beurs. Hou eventbranche.nl in de gaten en de komende dagen nemen we u mee naar BOE 2019. Grootste dan de agenda zelf is natuurlijk de Gouden Giraffe Event Awards. Ze komen er weer aan. We hebben een aantal deadlines voor u. Maar om alle uitleg en tekst te geven, schakelen we naar de Gouden Giraffe Studio met Robin van Leeuwen. Oké, de Gouden Giraffe 2018. Die kan er dit jaar niet meer omheen. De Early Bird, de Early Gouden Giraffe. Nog 2 weken te gaan. €295 in plaats van €395. Deze sluit op 1 oktober. De officiële inschrijving sluit op 1 december, dus zorg dat je er vroeg bij bent. Nu aan de gang. 10 december, Learn from the Best. Evenementenlocatie dus in Utrecht. Splinternieuwe locatie, super verrassend, inspirerend. Top om bij te zijn. 40, 50, misschien wel 60 cases. Tot slot. Ik ben hem echt helemaal kwijt. Ben ik nog iets vergeten? Ja, Robin. Klein dingetje vergeten. Geef maar even hier. Dames en heren, de Gouden Giraffe. Het gaat natuurlijk ook om de uitreiking. Die is in februari 2019. Locatie en datum gaan we binnenkort bekendmaken. Voor nu veel vragen over de 6e categorie voor het eerst dit jaar. PR en mediawaarde. Het gaat hier om live momenten en events die een enorme boost geven aan het bereik of de campagne van een merk of uw bedrijf. Inschrijven voor een van die 6 categorieën op www.gouden-giraffe.nl. Dit was hem. E-Impact, de enige videonieuwsbrief ter wereld voor eventprofessionals en opdrachtgevers. Dank aan René Pauwelsen. We zien u volgende maand weer terug bij de 3e aflevering van E-Impact.